Welkom allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Brawl Stars video. Vandaag doe ik mijn laatste megadozen opening ooit. Tenzij ze over een jaar of over een tijdje weer terugkomen, dan ga ik misschien wel weer megadozen openen. Maar in ieder geval, het evenement gaat natuurlijk op een duur eindigen en dan heb je geen megadozen meer. Dus ik dacht, ik doe nog één laatste keer een megadozen opening. Ja, op dit moment zijn ze nog wel even beschikbaar, maar ik dacht, weet je wat, ik ga ze gewoon nu nog allemaal kopen en dan upload ik die video als ik dan op vakantie ben. En dan hebben we nog één laatste megadozen opening. En dat doe ik allemaal op mijn pay-to-play account. Ik heb hier zoveel geld op uitgegeven dat ze helemaal nergens op, maar dat heeft er wel voor gezorgd dat ik al 31 knokkers heb en ik heb daarvan ook al gewoon best wel wat legendarische knokkers die ik allemaal maximaal level heb. Dat is echt insane. Ik heb volgens mij nog knokken. Ja, Jesse heb ik ook al maximaal level met hyperkracht erbij. Het is echt insane. En in deze video gaan we erachter komen of uit al deze megadozen hier nog een knokker erbij kunnen krijgen. Volgens mij de vorige keer toen ik al deze megadozen had gekocht op dit account, had ik 1 knokker gekregen. Ja, dus dat is niet gigantisch veel, maar hey, misschien gaat het in deze video beter worden. Ik ben heel benieuwd wat we allemaal gaan krijgen. Maar voordat we gaan beginnen, doe al een duimpje omhoog. Zouden we de 2000... Nou, dat is wel een beetje weinig voor deze video. 3000 likes heel nice zijn als dat gaat lukken. Aangezien dit toch best wel wat geld kost. Dus support wordt gewaardeerd. Vergeet niet te abonneren en op dat belletje te drukken. En mocht je natuurlijk zelf ook zoiets kopen, vergeet natuurlijk niet de code BOOS te gebruiken. Wordt gewaardeerd. Maar hey, ik moet natuurlijk eerst even wat edelstenen erbij kopen. Dus dat ga ik eerst even doen. Dan heb ik 950 edelstenen erbij. Dus dan heb ik weer een mooi aantal. En dan komt het uit in totaal wat ik heb gekocht op dit account tot nu toe. Dat is 551,90 euro. Zoveel geld heb ik uitgegeven op mijn pay-to-play account tot nu toe. Natuurlijk wel verdeeld over een langere periode en meerdere video's. En veel van die video's waren ook gesponsord. Dus daardoor kreeg ik natuurlijk ook weer een deel terug. Maar in ieder geval, dat is al echt extreem veel. En als ik al deze aanbiedingen wil kopen, dan ben ik 1100 edelstenen kwijt ongeveer. Maar ik zou natuurlijk ook voor die knokken Crow kunnen gaan. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ik weet, leuk gemaakt. Ik ga die 20 megadozen aanbieding sowieso kopen. Want dat is in verhouding echt een mega goede deal. Dus die koop ik sowieso. En misschien dat ik dan, hangt er een beetje vanaf wat ik krijg, dat ik ook Crow ga kopen. Dan hebben we in ieder geval een legendarische knokker. Dat zou wel leuk zijn als dat gaat lukken. Maar laten we maar beginnen. Eerste 20 megadozen. En eens kijken of we hier een knokker uit kunnen krijgen. Dat zou wel ziek bij zijn. En dat zou toch eigenlijk ook wel moeten. We beginnen met XP-verdubbelaar. Dat is al best wel veel wat we krijgen. Ik zal trouwens even Megabox Brawl Stars The Chances. Of de drop rates heet dat. Dan kan je zien een beetje hoe groot de kans is dat je iets krijgt. Een Hypercharge skin is 0,28%. Dus die kans is echt heel klein. En de kans op een legendarische knokker is 0,094% kans. Een epische knokker is 0,4% kans. Dus we gaan eens kijken of ik een knokker kan krijgen. Of dat gaat gebeuren. Oh, hij knipt het al meteen. Dat betekent dat we meteen al iets krijgen. Oh, dat zal wat zijn als we nu een knokker krijgen. Bonnie! Ja! Lol, ik zat net te kijken. Ik zal even een screenshotje voor jullie maken, want dan weten jullie ook meteen. De kans op een knokker, je kan alleen episch, mythisch of legendarisch krijgen. Maar een epische knokker is 0,4% kans dat je dat krijgt. Mythisch 0,1 en legendarisch 0,094. Dat is echt niet normaal klein. Ja, het is echt bizar. Maar dat ik gewoon in de eerste megadoos gewoon meteen een knokker krijg, dat is wel echt heel erg nice. En de eerste knokker is dus Bonnie. Nou, dat is mooi meegenomen. Goed begin van deze video. En we gaan eens kijken of we in deze video nog meer geluk kunnen krijgen. 1000 coins is ook nice. Volgens mij is die kans ook maar klein dat je dat krijgt. Ja, 1000 coins. Die kans is nog kleiner. Oké, ik zal even een screenshotje maken. De kans dat je 1000 coins krijgt is 0,37% kans. Dat is echt insane klein. Oké, dat is de kleinste kans wat ik tot nu toe heb gekregen. Ik ga het een beetje bijhouden. Ik ga proberen te achterhalen wat de kleinste kans is wat je krijgt. Blink, dat je 1000 blink krijgt is 0,09% kans. Dus die kans is ook heel klein. 1000 krachtpunten is 0,19%. Oh, en 100 gems is ook 0,9% kans. Nou, maakt allemaal niet zoveel uit. Ik hou het in ieder geval een beetje bij. En als we iets hebben waarvan ik denk, oh, dat is echt heel zeldzaam, dan kijk ik even hoe groot die kans is dat je zoiets krijgt. En dan kunnen we precies zien wat het allerzeldzaamste is wat we hebben gekregen uit alle megadozen. Ben ik benieuwd naar. Maar tot nu toe hebben we dus al iets gekregen van 0,37% kans. Maar ik knip het alweer. En dan is de kans weer heel groot dat we gewoon weer een knokker gaan krijgen. Dit gaat echt mega goed tot nu toe. Oké, we gaan drukken in 3 seconden. 3, 2,
1 en wat zit erin? Dit is Jean! Donders! Een mythische knokker! Oké, dan zal ik weer even het screenshotje beeld laten komen. De kans op een mythische knokker is 0,18% kans. Of om precies zijn 0,187% kans. Dat is echt 1 op de 1000 of zo dat je een mythische knokker kan krijgen. Dat is echt insane. En dat je dan ook nog als mythische knokker Jean krijgt. Ik zal dat er even bij pakken. Dat is helemaal insane. De kans dat je dan bijvoorbeeld Jean krijgt als mythische knokker is 0,007. Niet nog een 0. 0,007. Zo groot is die procentkans dat je dan Jean krijgt. Haha, dit is echt insane. Veel lager dan dit kan niet. Alleen een legendarische knokker zou dan bijna nog zeldzamer zijn. Dit is echt insane, jongen. Oh, dit is echt mega veel geluk. Een mythische en een epische knokker nu al in deze video. Oh, als we dan ook nog een legendarische erbij kunnen krijgen, dan wordt dit echt de beste megadoos opening ooit. Dit is echt insane. Ja, dit is echt insane. Ik heb al heel veel megadozen geopend, ook op dit account. En toen had ik maar 1 keer een epische knokker geopend. Ik ben nog lang niet bij de hoeveelheid dozen die ik toen had geopend. En ik heb er nu al 2 gekregen. Dus het is nu al beter. 1000 bling erbij. En die coins en krachtpunten zijn op zich wel chill. Want dan kunnen we natuurlijk binnenkort weer een knokker mee gaan upgraden. Want ik heb best wel wat krachtpunten. 6000 of zo. En volgens mij verdien ik ook best wel wat coins op deze manier erbij. Dus dat is ook lekker. Maar kom op. Ga weer eventjes knipperen. Want ik wil weer een knokkenprijs spelen. Dat zou mooi zijn. En oeh, 1000 coins. Dat is lekker meegenomen. Zoals ik net al had gezegd, die kans is vrij klein dat je dat ook krijgt. Dus dat is wel erg lekker dat we die er ook bij krijgen. En 100 edelstenen, die kans is helemaal klein dat je dat krijgt. Dat krijg je bijna nooit. Maar ik knip het alweer. Dit gaat waarschijnlijk gewoon de derde knokker worden die ik ga krijgen. Of misschien nog een Hypercharge skin. Dat zou ook kunnen. Want volgens mij heb ik 2 Hypercharge skins op dit account. Dus ik zou er dan nog eentje kunnen krijgen. Maar dit is Bibi. De derde knokker die ik krijg uit de megadoos. En dit keer is het de epische knokker Bibi. Dit is echt insane wat een geluk. De beste megadoos opening ooit. Dat is sowieso het geval. 3 knokkers gekregen uit megadozen. 2 episch en een mythische. En dat allemaal uit 1 aanbieding. Want deze 20 megadozen had ik natuurlijk allemaal in 1 keer gekocht. Voor 499 edelstenen. Nou, ik denk dat het best wel een goede deal was. Omdat ik best wel heel veel mazzel heb gekregen met alle knokkers die ik heb gekregen. Ik zal zo meteen even kijken wat het zou kosten qua edelstenen als je die knokkers in 1 keer zou kopen. Dus dan 2 epische en een mythische erbij. Volgens mij zijn 2 epische, dat zijn 100... Oh, we kunnen het nu trouwens eventjes checken. 2 epische knokkers, die zijn 169 per stuk. Ik zal het even allemaal bij elkaar optellen en dan kunnen we het even precies berekenen. Dat is 338 plus nog dan 349. Dan kom je op een totaalbedrag qua edelstenen van 687 uit. Dus ik heb inderdaad al daarin korting gekregen. Want ik heb minder geld daarvoor uitgegeven. Maar ik heb daarnaast natuurlijk ook nog allemaal blink gekregen. Ik heb coins gekregen. Ik heb van alles gekregen. Dus dat is wel heel nice. Oh, we krijgen nog een spelerspictogram van Rico. Dat is wel nice. Die wil ik wel eventjes activeren dan. Want mijn profiel die zag er nu nog niet heel veel vet uit. Ik heb trouwens echt mega veel vette spelerspictogrammen al. Maar die van Rico die vind ik wel echt heel erg vet. Iso. Ja, die ziet er wel cool uit. Ik heb echt een ziek profiel, jongen. Voor iemand die zeg maar eigenlijk bijna geen Brawl Stars speelt. Ja, op dit account dan, hè. Ik speel wel veel Brawl Stars, maar niet op dit account. Maar we hebben nu 34 knokkers. Oh, dit is echt insane. Ik ga gewoon die kroon kopen. Dan hebben we ook nog een legendarische knokker erbij. En zo heel vaak heb je niet zo'n legendarische aanbieding. Dus ik ga hem gewoon erbij kopen. Dan hebben we nu 4 knokkers in deze video. En met de edelstenen die ik overhoud, daarmee ga ik nog meer megadozen openen. Maar dit is mijn 6e legendarische knokker hier op mijn pay-to-play account. Mijn 6e legendarische knokker. Dat is echt ziek. Ik zal deze crow ook eventjes gaan upgraden. Ik weet niet of ik hem kan krijgen naar maximaal level. Nee, dat gaat niet lukken. Maar dan heb ik hem in ieder geval vast level 9. En uiteindelijk wil ik hem natuurlijk maximaal level krijgen. Maar ik heb gewoon al 35 knokkers. En ik heb in totaal dus al 6 legendarische knokkers. En ook al 5 mythische. Dat is echt ziek, jongen. Mijn geluk. Nou, dat houdt niet op. We hebben nog 390 edelstenen over. Daarmee kan ik net niet die 399 kopen. Maar ik kan wel deze 5 kopen. En dan open ik hier nog wel wat van. Nou, we gaan
gaan het in ieder geval gewoon doen. Ik hoop eerst deze 5. En dan gaan we eens kijken wat we hieruit kunnen krijgen. Of we nog een knokker kunnen krijgen. Dat zou mooi zijn. De eerste niet. En we kregen niet eens coins. Ik wil wel coins krijgen, want ik wil eigenlijk Kroon nog kunnen upgraden. 99 coins, dat is dan wel weer prima meegenomen. Kom op, ga zo meteen weer even knipperen. 5 resterende items is redelijk veel. En hij gaat knipperen, dus dat betekent waarschijnlijk weer een knokker. Dan hoop ik dat we nu weer een mythisch of misschien zelfs een legendarische kunnen krijgen. Dat zou helemaal nice zijn. Ik open hem in 3 seconden. 3, 2, 1 en... Oh, dit is een skin van Crow. Oh, blijkbaar kan je witte Crow krijgen. Ik dacht even, nee, ja, Crow die heb ik net gekocht, dus die kon ik niet krijgen. Maar blijkbaar had je ook nog een skin van Crow die je kon krijgen uit deze megadozen. Oh, 1000 coins, dat is lekker meegenomen. Dan was ik eventjes flink geprankt. Volgende megadoos, 3 resterend. Oeh, we kregen wel 1200 bling. Dus dan kunnen we daar in ieder geval weer een coole skin mee kopen. Maar dan heb ik in ieder geval al een skin voor Crow. Dus dan is dat ook al meteen gefixt. Ik kan Crow nog even een level upgraden. Dan mis ik nu nog wel iets coins. Maar dat komt binnenkort wel. Dit is echt ziek, jongen. Mijn account, het wordt steeds beter en beter. En ik heb volgens mij bijna voor elke knokker heb ik al een skin. Ik zal voor jou ook nog even een skin kopen. Ik doe wel even Krokodil Buster. Dan doe ik die erbij. Dan heeft Buster ook een skin. Die zal ik ook meteen uitrusten. Want ik heb ondertussen ook bijna... Voor elke knokker heb ik al bijna een skin. Die Jean heeft ook wel mooie skins. Oh, Buster heb ik trouwens niet. Daar koop ik wel even een iets goedkoper voor. Dan is het gewoon leuk dat ik in ieder geval voor elke knokker een skin heb. Dus dat is wel nice. Ja, ik heb er voor zoveel veel. Oh ja, voor Mortis heb ik al. Nou, we hebben nog wat bling over. Maar ik kan misschien nog wat meer krijgen. Ik open nog even deze megadoos aanbieding. En dan gaan we eens kijken wat we hieruit kunnen krijgen. Hier nog weer 2 te gaan. En hierna kunnen we er nog 2 kopen. We beginnen met 500 bling. En hij gaat nu alweer knipperen. Zouden we dan een knokker krijgen? Oh, dit is die Rico skin. Soevereine Blink Rico. Dit is de allervetste versie van de 3. Dat is echt heel erg nice. Ik zal hem er even bij pakken. Hij moet eerst trouwens nog even een megadoos openen. We krijgen weer 700 bling erbij. Dat is wel echt veel. Maar die Rico skin, dat is wel echt een mega vette skin. Dat sowieso al. Maar ik vind dit wel eigenlijk de meest vette van de 3. Ja, ik vind dit echt de mooiste. Dus dat is wel heel nice dat we die dan ook hebben op dit account. We kunnen nog 2 megadoos openen. Daar sluiten we deze video mee af. En dan gaan we nog eens kijken of we nu nog een keer een knokker kunnen krijgen. Zal wel nice zijn als afsluiten van deze video. En we krijgen nog meer dan 1000 bling. Oh, en hij knippert weer. Dus het kan een knokker zijn. Zou dit een legendarische knokker worden? Nee, maar het is wel... Mandy! Dit is echt niet normaal. 5 nieuwe knokkers. 3 episch, een mythische en een legendarische heb ik gekregen in deze video. Dit is echt insane. Wat een video is dit tot nu toe. En we hebben nog een megadoos. Zal het nog gebeuren dat hij nog een keer gaat knipperen? Nee, dat niet. Maar oh, wat een mazzel heb ik gehad, jongen, in deze video. Ik heb nog 6000 bling. Dus we kunnen nog gewoon een coole skin kopen. Dat is wel nice. Even kijken. Ik heb voor al deze knokkers al een coole skin. Voor Daryl al. Hier voor Carl. Voor Jackie. Of voor Bo moeten we nog even een skin kopen. Zo, even kijken. Ik vind die onderwereldbo skin vind ik wel vet. Koop ik die voor Bo? Nou, dan heeft Bo ondertussen ook een vette skin op dit account. Dus dat is ook mooi. Hebben we dat dan ook gefixt. En dan even kijken bij Ems. Oh, daar hebben we al die Brawl Pass skin. Stu heeft geen skin. Dan kan ik wel even een goedkopere kopen. Want ik heb precies nog 1000 blink. Nou, dan heeft Stu ook even een skin erbij. Dan heb ik gewoon ook bijna voor al mijn knokkers gewoon ondertussen ook een skin. Het slaat helemaal nergens op hoe hard we gaan op dit account. 36 knokkers op dit moment. Maar ik laat het erbij. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Smash natuurlijk allemaal een duimpje omhoog als je dat nog niet hebt gedaan. Dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Heb jij ook zo donders genoten van deze video? Dan vind je de video die... hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus zeker weten even checken we uit. En abonneer. Dan blijf je natuurlijk op de hoogte van al mijn video's. Dan word je lid van de Bowser Army. Doei hè!